De eerste fan kin net wachtje ont het allegorische spektakel begint. Maar allegorisch, wat betekent dat eens? Nou, allegorisch betekent volgens de dikke van Dalen zinnenbeeldig. Dus je mag iets uitbeelden en dat kan je dus rieten waar je op een optocht mooi maakt. En dat verbeelding gebeurt op hele grote wijn. En op hele lietse. We hebben alles door de roze bril bekijken. En ben je maar wat zenuwachtig? Ja. Ik zit hier en hier zit ik nog wat hout te zien. Maar daar haal je me niks uit. Het is leuk om een hoedje te maken. Ja, want als het iets moois maakt is, dan kan ze het gewoon iedereen laten zien. En de radio, die komen. Er wordt gekeken naar de figuratie, naar de uitvoering, de afwerking van de wagens, de techniek die erbij komt kijken. En zo zijn er allerlei criteria die worden gebruikt om tot een zo goed mogelijke beoordeling te komen. De allegorische optocht, dat is het hechte punt. Daar werken we met het bestuur, werken we in het taal, daar werken alle wijnbouwers in het taal, daar werken het heel Scheniek in het taal. En ja, dit is gewoon het ultieme voor Scheniek. We weten intussen dat we in de top van Nederland mooi doen, hoe het geheel zien. In Brabant heb ik hele grote opdrachten. Nou, daar ben wij vergelijkbaar mee. Ja. Dan ben je ook grutskop, denk ik. Ja, daar ben we echt heel grutskop. Ja. Ja, dat is, en als het al eens erin zat wat wij van tevoren bedacht hebben, dan jouw dat een fantastisch gevoel.